We gebruiken pijnschalen ook in de kliniek bij ons. Ik kan een paar voorbeelden noemen. Wat we bijvoorbeeld doen is paarden die in de IC staan, in de intensive care. Dat zijn paarden die zijn geopereerd aan coliek. Die hebben een aantal dagen van intensieve behandeling, waarbij we toch nog wel eens ook als complicaties of problemen zien. En die dieren in de IC, die monitoren met behulp van de pijnschalen die we dus ook ontwikkeld hebben hier. Elke 4 uur doen we dat. We gaan dieren klinisch onderzoek doen, we gaan alle pijnparameters langs. We houden dat bij en we zien ook naar het verloop van die pijnscores over de dag heen en over het verloop van de dagen heen. En dat helpt ons heel erg om een objectief beeld van die dieren te krijgen. We doen dat niet alleen maar in de IC bij paarden die geopereerd zijn, maar ook bijvoorbeeld paarden die binnenkomen met trauma of met zware verwondingen of die een zware elkaar hebben gehad waar het niet ging om coliek. Die dieren monitoren wij ook vaak met pijnscores. En het helpt ons heel erg ook om aan de eigenaar te laten zien hoe het gaat, maar ook om voor onszelf een beeld te houden, objectief, van hoe gaat het nou eigenlijk met die paarden. En in de dienst hebben wij natuurlijk toch elke keer met andere dierenartsen te maken. Dus we hebben een dagploeg en dan komt er de avond dierenarts. In de nacht hebben we soms weer andere mensen die opgeroepen worden. En om niet meer afhankelijk te zijn van het subjectieve idee van de dierenarts die net van dienst is, kunnen pijnschalen ook heel erg goed helpen.